Wacht, nee. Oh my god, waarom kan ik dit niet gewoon allemaal uitleggen? Leuk hoor. En we zijn klaar. Dit is dan mijn broodje. Kijk nou, dit durf ik niet hoor. Kanker. Dit is zo... Doe eens normaal alsof. Oh, lekker. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb vandaag weer mijn trainingsoutfit aan. Brengen en dan ga ik lekker sporten. En dan heb ik nog veel meer andere dingen te doen, maar ik neem jullie wel gewoon mee. En je moet even je schoenen aandoen. We moeten naar school. Zo, ik heb net boodschappen gedaan. Ik dacht, het lijkt me wel leuk om te laten zien wat ik aan boodschappen heb gekocht. Ik had rode kool voor op een broodje. Groentebouillon kan ik echt niet zonder. Ik doe het echt overal in. Rijst had ik gehaald. En tofu. Deze tofu marineer ik meestal. En dan doe ik dat met rode kool en gesneden wortel. En dan echt vet dun gesneden. Pindakaas en een beetje sambal. En dan doe ik het op een boterham. Het is echt super machtig, super lekker. En ik was naar de markt geweest. Ik was €17 kwijt voor deze tas. Even, no kiddings. €17. Nou, als ik het bij de Albert Heijn zou kopen, my gosh. Schattig pakje met blauwe besjes. Er zijn er een paar uitgegaan. I love it, I love it. Rucola. Lekker, healthy, gezond. Druifjes. Ik vind het zo lekker voor 's avonds bij de thee. Shitload aan gember. Best friend ever. Broccoli. Kado. De cherry tomaatjes. Memphis, die kan dit echt gewoon helemaal opeten. Een ananas. Hij lekt volgens mij een beetje. Kanker. Bosei of lente-ei. Ik weet niet hoe we het allemaal noemen. Maar iedereen heeft een andere naam altijd voor dat ding. Ik weet het niet. Rode pepers. Appels. Lekkere jazzappels. €17. Ik ga nu alles even in de kast doen. Kijk nou. Wat een feest. Het is trouwens zonde buiten. Het ziet er echt grauw uit. Kijk nou hoe gezellig dit staat. Oké, ik heb dus nu mijn broodje tofu gemaakt. Maar deze heb ik dus net gebakken met paprika poeder, zout en peper. Er is lekker goudbruin van. Gewoon even een wortel geraspt. Waar heb ik die nou weer gelaten? Rode kool. Mengseltje gemaakt, niet al te veel. Maar dit is gewoon een beetje pindakaas met sambal. Als hij dan lekker pittig is, ik hou ervan. Dit is dan mijn broodje. Oké. Misschien wel vaker gaan zien deze tweede helft. Dit is zo niet goed. Is dat nou banaan-toffee? Dat is meer toffee. Echt super lekker. Maar ik ben op dieet, maar ik ga het wel eten. Zo lekker. Welkom bij een hele vrolijke ochtend. Ik weet niet of ik ga sporten of niet. Wat ik wel weet is dat ik een gezond ontbijtje ga doen. Ja, dat ga ik doen. Zo, ik heb net even al mijn sportkleren gewassen. Ze hangen er weer netjes bij. Oké, tegen niemand zeggen, maar ik ben gisteren dus per ongeluk met mijn make-up op in slaap gevallen. Echt super stupid. Mijn make-up bedoel ik dit. En mijn wimpers, ja. Ik weet niet of dat heel erg slecht dan zou zijn, maar het is niet echt slim van me of zo. Soms heb je al die dagen. Ik heb ondertussen wel aangekeken. De laatste tijd echt super vervelend vind. Als ik zo lach, dan zie je dit. Ik weet niet hoor, maar I don't want that. Dit is mooi. Het is vandaag weer de volgende ochtend en ik heb gisteren ijs gegeten en ik ben er niet blij mee, want nu heb ik er spijt van dat ik ijs heb gegeten. Want ik voel me dan meteen 20 kilo dikker worden, terwijl dat niet zo is hoor, maar het voelt gewoon niet goed. Ten eerste is het niet veganistisch en ten tweede zit er hartstikke veel suiker in en is het gewoon hartstikke slecht voor je. Dan toch ergens niet te laat om het niet te eten. Ik had er zo veel zin in. Sorry of mijn lijf te veel over in te zitten, dus ik ga die gedachten weer loslaten. Klim op kan krijgen. Want ik weet niet hoe ik dat moet doen eigenlijk. Want ik heb daar van die steentjes zitten. Ik weet dan niet waar ik ze in moet poten of planten. Of hoe je dat zegt. Veel water drinken. Dat is what I'm doing. Mijn visje. Je hebt een diploma, hè? Kijk, Memphis heeft van de logopedie een diploma. Oh, doe maar rustig hoor. Ik wil het alleen even laten zien. Yes. Ik heb een broodje met avocado en met tomaat. Oh, zo lekker. Maar ik had gisteren mijn beugel weer strakker laten trekken, ja. En nu doen mijn tanden dus heel erg zeer. Dus kan ik niet lekker mijn broodje eten. Hé, snoes. Je bent belangrijk. Wat heb jij gedaan? Mama had het net helemaal geveegd. Wat doe je nou? En hoe kom je daar eigenlijk aan? Oh man. Is hier grappig? Pizza! Pizza! Ja. Snij zo je topje erop. En we zijn klaar. Hey, goedemorgen. Ik ben nu bij de Intratuin, want ik moest nog eventjes dat klimopplantje halen. Het is nog gewoon de winkel eigenlijk en ik zie allemaal andere leuke dingen wat ik dan weer wil kopen, maar ik moet wel bij het plan blijven. Ik ga even een karretje pakken en dan ga ik naar binnen. Wat is die leuke Shelly? Nou, tomaatjes, Nick. Jee, ik heb ze eindelijk. Nu ga ik ze daar even in de grond doen. En ik heb ook een tomatenplantje gehaald. Kijken of me dat gaat lukken. Ja, zo zit het wel goed, hè? Moet ik dat doen? Die ook niet. Oh. If you're going to San Francisco. Nu staat het eigenlijk nog heel erg zielig zo erbij. Dat ze helemaal niet vol zijn. Kijk nou, dit durf ik niet hoor. Ik wil het wel proberen, maar hij hangt daar gewoon echt, hè? Zou jij het doen? Nee. Nee? Yes! Wow! Serieus? Wat is dat? Ja, wat is dat? We moeten hier... container. Kom. Gaan we hierop? Dat is een beetje chocoladebereik. Ja. Leuk hoor. Ja. Oh ja, die moet nog even opgeruimd worden. Het zit er wel goed hier, toch? Nee, palletje. Want ik weet niet wat ik wil gaan eten. Allemaal zulke lekkere dingetjes. Niet grappig, papa. Hij doet grappig. Nou ja, zeg. Dat mag niet toch grappig, papa. Zit je haar lelijk? Niet slapen, papa. Gaan we slapen? Nee. Hoezo niet? Ik heb pottenpip. Kom. Ik wil niet naar bed. Doe eens normaal, man, lul. Whatever. Kom, man, we gaan naar boven. Papa, kus. Oké, nu is het klaar. Hou van jou. Hou van jou, papa. Hou van jou, Memphis. Tja, gezellig. Hey, in het gras liggen keutels. Nee, zwart. Konijn. Ja, konijn heeft, wat heeft hij gedaan? Wat is dit? Het muis. Lijkt op muizen met zijn poepjes, drolletjes. Ja, drolletje. Drolletje. Poepen. Poepen, hè? Volgende bladzijde. Nou kunnen. Klaar. 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 Wij zijn klaar. Slaap lekker man. Slaap lekker man. Hou van jou. Tot morgen. Kusjes. Ik plof neer. Ik heb net weer lekker mijn workout gedaan. Ik wilde wel nog even terugkomen op mijn afsluiting sowieso van mijn vlog. En ik wilde toch nog even wat zeggen daarover. Want ik vind het toch wel... ja... Ik wil het geen dieet meer noemen, want zodra ik het een dieet noem, dan ga ik juist slecht dingen eten. Ik weet niet, en als ik daar niet mee bezig ben, dan eet ik gewoon normaal. Want over het algemeen eet ik wel gezond. Maar ja, af en toe ongezond is ook goed voor me. En nou, misschien niet goed voor mijn lichaam, maar wel goed voor mijn mindset. Misschien, nee, ik leg het misschien verkeerd uit. In ieder geval, wat ik wil zeggen is dus dat het niet erg is voor mij dan, hè. Niet dat het voor anderen ook zo moet, maar voor mij is het niet erg als ik af en toe cheat. Wacht, nee. Oh my god, waarom kan ik dit niet gewoon normaal uitleggen? Even, hè. Oké. Dus nu sport ik en zo. En dan ga ik altijd all the way. Dus dan moet het helemaal geobsedeerd worden, weet je. En daar probeer ik nu wat meer balans in te krijgen. Dat het niet all the way gaat. Dus af en toe een eitje, af en toe dat. Weet je, vooral in de zomer gaan we vaak met de kinderen ijs halen. En dat moet gewoon kunnen. En dan hoef ik me helemaal niet schuldig over te voelen. Dus dat eigenlijk. En ik wil het ook geen dieet meer noemen. Ik wil het gewoon een lifestyle noemen. Wat ik nu voortzet. Dat ik meer sport. En ik at al gezond. De mensen die me volgen, die weten dat wel. Niet super, super gezond. Maar gewoon normaal. En dat wil ik dus nu ook gewoon zo doen. Gewoon zoals ik normaal eet. Maar dan wat meer sporten erbij. En die balans zo vinden. Dus mijn conclusie is bij mij dat ik het geen dieet moet noemen. Maar gewoon een aanpassing in mijn leven. Zo mooi gezegd. Ik ga mezelf niet echt dingen verbieden om te eten. Ik denk ook niet, wat ik net probeerde te zeggen, dat ik daar gelukkig van word. Want mijn mindset wordt dan heel erg chagrijnig. Voor mijn lichaam weet ik niet, maar voor mijn hoofd en mijn lichaam. En aangezien ik mijn hoofd en mijn lichaam in balans wil houden, denk ik dat dit de beste methode voor mij is. En ik ga nu mijn vlog afsluiten, anders wordt het wel heel erg lang. Ik zie jullie volgende week bij mijn nieuwe vlog. En ik hoop dat jullie een hele leuke dag hebben. En wat ik ga doen, doe het lekker met plezier. En dan zie ik jullie volgende week. Doei doei! Oh ja, vergeet niet te abonneren. Ik vergeet dat altijd te zeggen. Vergeet niet te abonneren. Doe een duimpje omhoog. Belletje mee. You know the riddle. Doei doeg.